Mevrouw Gina Renfrum nadert Stichting 1 voor 12 op zoek naar hulp voor haar broer Glenn. Glenn leidt een zwerversbestaan. Gina is ten einde raad en vertelt het verhaal aan reporter Ancarto Taruno. Mijn naam is Renfrum Gina. Ik ben ten einde raad. Mijn broer leidt niet een zwerversleven, maar hij was niet zo. Vorig jaar augustus hebben ik en mijn broer en mijn man hem in een tehuis geplaatst op Marowijn, een Mongo-zon tehuis. En hij is maar een week daar gebleven. Hij vond daar niet leuk, hij wou vrij zijn en hij is weggelopen. Dus het is nu erger met hem gaan worden. Hij slaapt niet over straat, we halen hem van de straat, we brengen hem thuis. Na 2 dagen gaat hij in de ochtenduren weer weg. Dus ik ben daarom hulp komen zoeken bij 1 voor 12. Men moet niet denken dat we hem aan zijn lot hebben overgelaten. We doen ons uiterste best, zodat het goed voor hem kan komen. Maar hij loopt zelf weg. We sluiten die poort met een ketting en hij gaat over die schutting. Ik ben nu hier bij 1 voor 12. Op dit moment is hij sedert gisterochtend weggelopen. En we hebben hem gezocht in de buurt, we hebben hem niet kunnen vinden. Maar ik doe een beroep op de gemeenschap die Glenn Renfrum kennen. Hij kan niet goed lopen, hij is slechter been, hij sliep over straat met zijn bil. Als ze hem ergens hebben gezien of gevonden, als ze hem AUB voor ons thuis kunnen droppen. Aan de Kampervoliestraat nummer 5, Zorg en Hoop. Hoe heet uw broer? Mijn broer heet Glenn Renfrum. En hoe oud is uw broer? Mijn broer is 65 jaar. U zegt hij heeft gewoond bij zo'n tehuis. Dat in principe best wel een goed tehuis is voor dit soort, een goed opvang voor dit soort mensen. Waarom wilde hij daar niet blijven? Hij zegt hij kreeg niet een goede behandeling van die zusters daar. Hij kreeg weinig eten, zegt hij. Maar dat is niet waar. Hij wilde die tehuis een slechte naam geven. Omdat die man vrij wil zijn, hij wou niet de hele dag in een ruimte zijn waar hij niet vrij kan zijn, is hij maar weggelopen. Dus meneer Glenn die wil in principe niet in normen en waarden leren. Meneer Glenn wil gewoon een vrij leven hebben. Maar zijn situatie, dat laat het niet toe. Zijn situatie is echt slecht hoor mevrouw Ann. Echt slecht, slecht, slecht. 30 juni was ik met hem bij een chirurg in AZ. De dokter heeft gezegd wat hij hier heeft gezien, hij moet geamputeerd worden. Maar ik en mijn broer wilden dat wel hebben voor die amputatie. Maar hij heeft gezegd, nee, mijn man wakka, mijn poer mijn voet, mijn dede guanga mijn voet. Dan heeft de dokter maar gezegd, dan moeten we hem meenemen naar huis. Want als hij wil geamputeerd worden, gaan ze hem opnemen. Maar als hij geen amputatie wil, moeten we hem meenemen naar huis. Wat is uw naam en wie bent u van Glenn? Ik ben de jongste zus van Glenn en mijn naam is Gina Renfrum. Wat voor hulp vraagt u aan Stichting 1 voor 12? Want ja, een tehuis is nu niet voor hem zoals u dat gezien hebt. Want Son is een van de beste tehuizen. Het is waarom ik bij 1 voor 12 ben geëindigd. Ik wil vragen als via 1 voor 12, als ze toch tot de doktoren van PCS kunnen gaan praten om hem weer op te vangen. Zodat hij stabiel kan worden. Dan misschien kan hij zijn mind changen om toch die amputatie plaats te laten vinden. Want PCS zegt, hij is stabiel van daaruit gegaan 30 juni. Dus ik denk, om die benen van hem willen ze hem niet meer daar opnemen. Ze hadden me wel tabletten gegeven, ze hebben die dosis verhoogd. En ik heb hem gegeven en die tabletten werken ook niet. Ze hebben hem ook een spuitje over straat gegeven. We hebben ook geconstateerd dat die spuitje ook niet werkt. Toch loopt hij weg. Hoe lang is dit gaande? Dit is gaande, mevrouw, aan meer dan 40 jaar dealen we met zo'n situatie. Soms stoppen hij ook marihuana, laat me dat ook zeggen. Soms is hij rustig, maar soms drinkt die man vreselijk veel alcohol. Dat zijn leven nu zo is geëindigd. Dat hij niet over straat slaapt, hij gaat over die schutting, dan komt hij niet meer thuis. Ik zeg gewoon, liep me, ik ga zoeken mijn monif bij marijuana, dan ga mijn monif drinken mijn soppie. Heeft meneer Glenn kinderen of is hij getrouwd geweest? Heeft hij een gezin? Hij heeft nooit een kind gehad hoor, mevrouw Ann. Maar toen ik een uitweksel van hem nodig had, ben ik naar CBB gegaan vorig jaar. En ik heb wel gezien dat hij met een Chinese vrouw was getrouwd. Maar wij kennen die vrouw niet. Oké, hoe lang geleden is dat geweest?
Ik denk sinds 1987 is dat gebeurd, want dat heb ik op die uitreksel gelezen. Is u nog steeds getrouwd met die mevrouw? Ja, hij is nog steeds getrouwd. En nogmaals doe ik een beroep op de gemeenschap als ze Glenn ergens zien. Onze ouderlijk huis is aan de Kamperfoliestraat. Als ze Glenn Renfrum AUB voor ons daar kunnen droppen. Garantangi. Voor wederhoor belandde 1 voor 12 bij psychiater Koen Koen van het PCS. An Kartotaruno sprak hem. Hij is in de nacht geloof ik opgenomen door de dienstdoende psychiater. Omdat hij in een verwaarloze toestand ergens zou zijn. Detail weet ik niet hoor, maar hij had al een geamputeerde voet. En in een totaal onmenselijke toestand aangetroffen. En ik weet niet of de politie of de familie hem had gebracht. Politie waarschijnlijk. Nou, dan heeft de psychiater zijn werk gedaan om hem wat zorg aan te bieden. En zo is hij dan weer hier beland. Dus hij ligt in principe nog geen dag hier? Nee, langer dan. Hij zit daar een paar dagen al hier. Hoe is zijn toestand nu? Zijn toestand... Kijk, je hebt een geestelijke en lichamelijke toestand. Lichamelijk is hij behoorlijk aan toe in die zin. Hij moet nog zoveel opgepept worden bij wijze van praten. En hij heeft ook een zieke voet. Die niet op tijd gecontroleerd is door de chirurg, omdat hij een slechte compliance heeft. Hij laat zijn voet gewoon ziek achter, in een verwaarloze toestand. Hij gaat niet. En soms eist hij dat andere mensen het voor hem doen. Dus wat lichamelijk betreft, er is niks alarmerend. Die krijgt die aandacht van de afdeling en ook van mij, want ik ben de persoon die de somatiek aan moet pakken. Dat doen we al. Net had ik een beetje overleg met de afdelingsverpleegkundige. En geestelijk dat is nog een langere weg, omdat wat ik begrepen heb, hij heeft nogal wat problemen, waardoor hij in een geestelijk slechte conditie achter is geraakt. Ik denk dat hij ook nog een alcohol of zo verslaafd is. Waardoor hij zich gemakkelijk te goed doet daaraan en de rest verwaarloosd. Is er een mogelijkheid voor hem dat hij ergens ondergeplaatst zou kunnen worden met begeleiding en eventueel zorg, want dat zijn been geamputeerd is, heeft te maken dat zijn been behoorlijk ontstoken was met wormen? Als hij straks terugvalt, de kans bestaat er. Om te allemaal onze bijdrage proberen te leveren. We hebben niet instituten waar de mensen met open armen zeggen, hallo, kom maar. Nee, alles kost geld. En we hebben niet zoveel van die instellingen die zeggen, geen probleem, we brengen hem onder en we doen alles. We moeten kijken hoe we, waar, met een beetje begeleiding, een beetje zorg hier, een beetje opvang daar. En toch in het gareel kunnen laten lopen. Zoals wij nu als familie, althans mevrouw Renfrum, een beroep op u doen ten aanzien van meneer Renfrum. Bent u bereid om dit gezin te begeleiden tot meneer Glenn Renfrum een plek gevonden heeft? Nee, ik ben niet bereid. Bereid ben je wanneer je niet bereid was. Ik doe dit. Dus dat is onderdeel van het functioneren hier. We weigeren niemand. Dat wat binnen onze competentie ligt, proberen we uit te voeren. Maar wat niet binnen onze competentie zit, sorry, want het spijt me. Soms moet je met pijn in je hart mensen bedanken van het spijt me, ik kan niks meer voor je doen. Ja? Nu, in dit geval, we gaan alles hier moeten doen. Ondertussen zijn we al gestart. Ik heb je de familie reeds een beetje ingelicht dat we hem ook door de chirurgs moeten laten nakijken. Dus de nodige papieren, zodat wij hier de logistieke dienst in actie brengen. Om hem ook gecontroleerd te laten worden door de chirurg. En als hij stabiel is om ontslagen te worden van hier, gaan we kijken. Misschien kan Bureau Dak en Thuisloos een helpende hand bieden. En even kijken als er nog andere ideetjes binnenkomen om hem ergens anders wat faciliteit genieten. Maar aan de andere kant, de persoon moet ook meewerken.